Spinnen. Nu de meteorologische herfst van start is gegaan, zullen we ze steeds vaker tegen gaan komen. Ik heb er echt een hekel aan. Wat vinden jullie er nou van? Ik ben niet bang, maar ik sla ze gewoon dood. Ze moeten niet in mijn huis zitten. Nee, ik sla ze niet dood. We zijn nuttige beesten, hè? Jawel, jawel. Ja, weet je, voor mij is één goede spin is een dode spin verder niet. Het zijn beestjes, zolang ze niks... In Nederland zijn ze zo geef ik of iets, dus dan niet echt bang voor. Ik heb één keer een hele nare ervaring gehad met een spin, s'nachts. Die kroop echt op mijn gezicht. Daar werd ik van wakker en toen deed ik zo en sloeg ik op mijn kussen. En toen draaide ik mijn kussen om en de volgende ochtend werd ik wakker. En toen dacht ik, nou, toch even kijken. En toen heb ik de spin geplet. En hoeveel spinnen denkt u dat er in uw huis rondloopt? Op het hoogtepunt dan denk ik wel dat er een stuk of 6, 7 per dag zit. 20 misschien, weet ik niet. Een stuk of 10 ongeveer, als het niet meer zijn. Kunnen we een gokje maken? Ik heb wel wat anders te doen dan spinnen te tellen. Ik ga liever mijn geld tellen. Als ik nou vertel dat er honderden zijn, die zie ik niet. Oh ja, waar zitten die? Nou, kom maar kijken dan. Waar zitten die? Nou, jullie lijken er minder moeite mee te hebben dan ik. Maar dan heb ik goed nieuws, want aankomende zondag lijkt het stabiel weer te gaan worden. En dan kun je lekker het bos in op zoek naar deze nuttige diertjes.